In het onderwijs hebben we te maken met verschillende uitdagingen. En één thema daarvan is waarderen en presteren. Ik ben benieuwd, hoe kan je een leerling waarderen om zijn prestaties zonder hem op een voetstuk te zetten? Waarderen heeft iets te maken met dat je als persoon, zonder je te vergelijken met een ander, je eigen prestatie van waarde acht. Dat is waarderen. Aandacht. Aandacht betekent niet altijd eindeloos prijzen, maar gewoon echt oprechte belangstelling. En kijken naar wat hij te bieden heeft, luisteren naar zijn verhaal. Niet te snel oordelen, maar echt iemand proberen te snappen. Hoe belangrijk is een cijfer voor een leerling? Voor een leerling is vaak een cijfer heel belangrijk. Maar het is de vraag of het ook echt belangrijk is. Het is veel belangrijker dan een kind zich goed ontwikkelt en goed in zijn vel zit. Als hij goed in zijn vel zit, dan gaat hij presteren. Nee, niet super belangrijk. Maar het is wel onderdeel van het systeem nog steeds. Hoe kan je dan een leerling goed waarderen om zijn prestatie, ook als hij een 6 heeft? Als de leerling eerst iets niet kon en dan wel, dan waardeer je dat. En dan zeg je, goh, en dan gaat het veel meer om dat de leerling zelf begrijpt dat hij iets heeft bereikt, dat hij iets heeft geleerd en dat hij trots is op zichzelf. Dat is waarderen. Er wordt natuurlijk wel eens gezegd van, nou, je moet de cijfers niet hardop voorlezen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, de school waar ik leiding aan gaf, daar was op zich wel gewoon dat leerlingen van elkaar wisten hoe staan we erin. Daar kunnen we heel geheimzinnig over doen, maar een kind weet of hij wel of niet goed is in rekenen. En dan de vraag of je dat cijfer dan moet voorlezen, ik denk dat je dat de leerkracht het ook even moet bespreken met de kind. Wat willen jullie? Wat vind je fijn? Nou, volgens mij kan dat best, omdat kinderen van elkaar ook weten hoe het ervoor staat, als het maar niet het belangrijkste is, zeg maar. Het hoort er wel bij. Wanneer kan je trots zijn op een leerling? Maar altijd. Als een leerling zich geïnspireerd voelt en dat hij in zijn kracht is gezet en dat hij eigenlijk aanstaat. Als een kind iets geleerd heeft, dus als hij in ontwikkeling is, of als hij iets moois heeft gedaan voor een ander, of als hij blij, vrolijk is, gelukkig is. Wat zeg je in essentie? Waar gaat het om in essentie? Wat goed dat jij die 6 gehaald hebt, want kijk wat je nu meer kunt dan daarvoor.